Gert, je staat eindelijk weer met je beide benen op het veld. Hoe voelt dat? Heerlijk. In de wetenschap dat dit ook een nieuw kunstgrasveld is, waar we afgelopen zaterdag met onze jeugd van DHSC al getraind hebben, is het wel een genot om nou lekker te gaan beginnen. Ja, en dan bij een nieuwe club, nieuwe start. Maar ik denk dat je toch ook de jongens hier revanchegevoelens hebben, dat toch dat seizoen niet afgemaakt is. En jij bij IJsselmeervogels, heb je dat gevoel al een beetje? Nou, iedereen bij ons, bij DHSC, heeft heel veel zin om weer te gaan beginnen. En helaas werd de competitie abrupt afgebroken. Zowel hier bij DHSC, maar ook bij IJsselmeervogels. Dus iedereen kan niet wachten tot we weer gaan beginnen. En het zou wel heel mooi zijn dat DHSC opnieuw een rol van betekenis gaat spelen in de hoofdklasse. Dat is wel de bedoeling. Ja, dat is wel de doelstelling, hè? Toch gewoon doorstomen naar die derde divisie. Nou, je legt de druk al heel snel bij me, maar... Nou ja, je weet, als je trainer wordt bij DHSC, dan moet je ook voor het hoogste gaan. Vorig seizoen was men goed op weg, weliswaar tweede. Sportlust was de club die nu door is. En hopelijk zijn wij dat het nieuwe seizoen. Hoe was je eerste ontmoeting met de groep? Ja, die was heel leuk. We hebben, van de week hebben we bij elkaar gezeten, hebben een aantal afspraken gemaakt. Ik trof een gretige groep aan, ook die jongens hebben er veel zin in. Ja, dus alle ingrediënten zijn aanwezig. Hè. We hebben een mooi veldje, we hebben mooi weer. Ik zag al wat fans lopen, dus dat is ook heel erg leuk. En nou, kunnen niet wachten. Als je dan hier vandaag heen rijdt, denk je dan weer terug aan je jeugd? Nou ja, eigenlijk wel. Want ik heb hier vlakbij in de buurt gewoond. Bij de Oude Noord woon ik. Ik voetbalde dag en nacht op het Noordse Park. Dat is hier 5 minuten vandaan. Mijn roots liggen ook hier als speler, want het moment dat ik afgekeurd ben voor betaald voetbal ben ik hier bij de amateurs nog bij Holland gaan spelen. Dat was hier op de Tobekkeland. En mijn trainingscarrière is hier ook begonnen. Dat is eigenlijk een soort, hè, zoals je dat noemt, de cirkel rond, want ik ben dan terug op het oude nest. Pikant detail aan dit verhaal is ook dat mijn vader ooit bij Stichtse Boys heeft gespeeld. Nou, dat is ook een van de clubs die de fusie tot stand heeft gebracht. Het mooie ook is dat mijn vader ooit DOS supporter was, fanatieke DOS supporter. En ik heb zelf een achtergrond bij Holland. Dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder dat ik dan weer hier terug ben. Denk je daar dan allemaal vandaag aan als je hierheen rijdt of is dat alleen nu tijdens dit interview? Nee, ik denk aan als ik hier naartoe rijd, want ik haal mijn... assistent-trainer Ricky Tessler moet erop. En dan hebben we het vandaag over ons plan van aanpak voor de komende tijd gehad. Ik heb natuurlijk ook overleg gehad met de trainers, met Jeffrey Snijden, met Tarek Divacci, met Boerat, de nieuwe keepertrainer die nu al op het veld gretig loopt. Maar ook veel contact met Wesley Sneijder, want Wesley heeft natuurlijk enorme leuke kijk op voetbal. Dus daar heb ik ook heel veel overleg mee gepleegd, ook over de groep. Dus ja, dat is wat ik de laatste tijd gedaan heb. Ja, je noemt zijn naam al, Wesley Sneijder. Die is natuurlijk de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Wanneer heb jij hem voor het laatst gesproken? Net nog. Is hij hier? Hij is hier. Gaat hij ook gewoon meetrainen? Hij gaat wel gedeeltes ertussen lopen. Kijk, ik zou gek zijn als ik niet gebruik ga maken van de voetbal know-how van Wesley Sneijder. Wesley heeft mij gevraagd om hier trainer te worden. Dus ik heb vanaf dat moment heel veel contact met hem. En ik maak gretig gebruik van zijn... kijk op voetbal en dat vind ik ook zelf heel mooi. Daarom heb ik ook gekozen voor DHSC. Dus hij zal regelmatig hier zijn en gedeeltes van trainingen mee gaan doen de komende tijd. Dus dat er in de media werd gezegd van hij gaat niet meetreden, dat was gewoon een afleidingsmanoeuvre? Nou, wat hij precies gaat doen, dat gaat straks blijken. Maar dat hij wel een aandeel hier gaat krijgen, denk ik wel. En dat laat ik ook aan Wesley zelf over, want daar heeft hij een vrije rol in. Het is wel zo dat wij als trainers altijd overleg hebben met Wesley. Ja. Dan komt nu het oefenschema eraan. Pittig programma. Zeker, we hebben gekozen voor een pittig programma tegen gerenommeerde tegenstanders. Veug me enorm op de voorbereiding, het zijn mooie ploegen. En het weerzien straks bij IJsselmeervogels met een aantal goede bekenden, een aantal vrienden die ik een warm hart toedraag, is natuurlijk ook leuk. Maar het meest belangrijke is dat we onze krachten kunnen meten en een beeld gaan krijgen van hoe het met de kwaliteit van de groep is. Het is een blijf voorbereiding, iedereen krijgt speelminuten, daarom krijg je dan ook een goed beeld van je hele selectie. Dus bewust gekozen voor een pittige voorbereiding.